Ja, ik ga het hebben over het programma Bonaparte, wat we hebben ontwikkeld voor het Nederlands Forensisch Instituut. Ik ga vooral eigenlijk inhoudelijk in van hoe dat programma werkt, wat het allemaal doet. Waar het voor bedoeld is, is denk ik voor de meeste mensen wel duidelijk. Het is bedoeld voor slachtofferidentificatie en waarom dat belangrijk is. Ja, door de treurige gebeurtenis van de afgelopen jaar, ja, weet iedereen eigenlijk wel hoe belangrijk het is om de nabestaanden, zeg maar de lichamen van de slachtoffers van zo'n ramp terug te geven. Wat voor emoties er allemaal bij spelen. Dus we zijn eigenlijk ook wel vrij trots op dat wij dit hebben mogen doen voor het NFI. En dat het zo heeft kunnen helpen. Mijn naam is Wim Wiegink. Willem Burgers is eigenlijk de man achter Bonaparte. Hij is de man die het meeste heeft gedaan aan de ontwikkeling en de implementatie. Ik ben er wel bij betrokken, maar meer zijdelings. Maar op zich kan ik er wel proberen om het verhaal te geven. Ik zal eerst iets vertellen over wie wij zijn. We hebben hier een stand. Dus wij zijn Big for Data. We zijn, je zou kunnen zeggen, een spin-off bedrijf van de Radboud Universiteit Nijmegen. Er is in de jaren 90 is daar de zogenaamde Stichting Neurale Netwerken opgericht. Dat was het idee van een onderzoeksstichting om aan een nieuwe technologie, dat waren de neurale netwerken, te werken. Dat is een onafhankelijke stichting van de universiteit en bedoeld als een netwerk over heel Nederland. We hebben 4 jaar subsidie gekregen van de economische zaken. Daarna zijn we op eigen benen verder gegaan met projecten. SNN doet vooral academisch onderzoek, maar er was wel belangstelling voor uit het bedrijfsleven. Toen is het bedrijf Smart Research opgericht. Dat was in 1997. Dus sinds die tijd houden we met allerlei commerciële toepassingen van neuraal netwerken, machine learning, statistisch modelleren bezig. En sinds recentelijk hebben we besloten om dit voor te zetten onder een nieuwe naam, Big for Data. En eigenlijk is dit de eerste gelegenheid waarbij we ons exposeren. En wat doet dat? Wat doen wij? Nou, zoals bij de stand al hebben we gezegd, we proberen chocola te maken van de data. En dat doen we met oplossingen waarbij domeinkennis combineert, hè, dus begrip van het probleem. Om dat eigenlijk om te zetten in een goed wiskundig model, een statistisch model. En daar methoden uit machine learning, hè, zelflerende algoritmes, statistische methodes. Op toe te passen om daar een zinvol voorspellend model van te maken. Een andere klasse van modellen die belangrijk zijn, waar wij veel van gebruik van maken, zijn modellen die kunnen redeneren met data. Die stopt de data in en dan kunnen ze iets zeggen over andere aspecten van de data. Ik zal er ietsje meer over zeggen. Een belangrijk voorbeeld zijn de zogenaamde Bayesiaanse netwerken. En dat zijn modellen waarbij je variabelen modelleert en statistische relaties met andere variabelen. Hier is een voorbeeldje, ik kom er straks nog verder op terug. En wat het doet is een soort, het is een kansmodel. Dus je zegt van nou als ik nou, de wereld zit op een bepaalde manier in elkaar. En als ik nou deze gegevens weet, ik weet ietsje meer over, dit is een speelgoedmodel voor medische diagnostiek. Ik weet dat de patiënt rookt en ik weet dat de patiënt kortademig is. Dan weet ik iets over de kans dat hij longkanker heeft of dat hij bronchitis heeft. En zo kan het model redeneren met data. En dit is een type model dat veel wordt gebruikt in de kunstmatige intelligentie. Het heeft veel overlap met machine learning. Het is een statistisch model, dus het is een beetje in dezelfde categorie als de neurale netwerken en de regressiemodellen. Alleen op een andere manier ingezet. Nou, hier zie je het iets meer concreet. Hè. Hier zie je bijvoorbeeld een model waar je geen data in hebt gestopt. En je ziet van de kans op longkanker is vrij klein, 6% in dit model. Het gaat om patiënten die bij de longarts komen. 6% hebben dan longkanker. Ja, 50% blijkt te roken en niet te roken. Er zijn mensen die naar een gebied zijn geweest waar je tuberculose kan oplopen, maar dat zijn er niet zoveel. En nu blijkt de patiënt te roken en hij blijkt ook de last te hebben van kortademigheid. Dan zie je dat die kans dat dit wordt meegenomen in het model automatisch. Ingecorporeerd. Ook al staan de pijlen van boven naar beneden. Je kan ook data van beneden naar boven erin stoppen. Dat wordt allemaal verdisconteerd.
En hij rekent automatisch uit wat nu de kansen zijn om bronchitis. Je ziet dat die groter wordt. En je ziet dat de kans op longkanker groter wordt. Maar de kans op tuberculose die is maar ietsje groter. Dus dat model kan als het ware redeneren. Van ja, waar komt wat gebeurt er als de patiënt rookt? En waar komt die kortademigheid vandaan? Dat gaat hij zelf als het ware op een kunstmatige intelligente manier mee redeneren. Nou, waarom noem ik dit model? Dit is een model wat veel gebruikt wordt in de kunstmatige intelligentie. Het komt uit de statistiek. En je zou eigenlijk niet verwachten, maar dit type modellen, die Bayesiaanse netwerken, die zitten in de kern of in het hart van het Bonaparte model. Daar worden ook Bayesiaanse netwerken in gebruikt. Dus daar kom ik straks nog op terug. Ik ga nu over, dit was een beetje een algemene inleiding, ik ga nu over Bonaparte spreken. Voor slachtofferidentificatie. Ik zal iets vertellen over de achtergrond. Hoe het zo gekomen is. Waarom wij dit zijn gaan doen. Wat is eigenlijk het probleem wat Bonaparte probeert op te lossen? Ik ga iets vertellen over DNA-profielen. Je hebt toch een beetje domeinkennis nodig. Je wil wat modelleren. En hoe doen we dat? Wat gaat erin? En ik heb het al over de Bayesiaanse netwerken gehad. En daarmee gaan we het uiteindelijk modelleren. En vervolgens, dit is eigenlijk wat wij gedaan hebben. En ik zal een aantal zaken bespreken, wat het NFI ermee heeft gedaan en wat ze er nog mee doen. En tenslotte eindig ik met de samenvatting. Dus de achtergrond was dat het NFI, kort gezegd, die moest voorbereid zijn op een grote ramp. In die tijd speelden de WTC-aanslagen en de aanslagen op de metro in Spanje. Of de trein. En in Engeland had je geloof ik ook wat. Het NFI moest klaarstaan op een gebeurtenis met 500 slachtoffers. Orde, die grote orde. En ze hadden hun logistiek wel voor elkaar. Maar wat ze niet voor elkaar hadden was de analyse software. Om al die data te verwerken. Ze konden kleine zaken konden ze wel aan. Maar zulke grootschalige zaken, dat was een probleem. En via zijn ze bij ons gekomen. Ze begrepen dat er iets met Bayesiaanse netwerken, dat was wel bekend dat je daarmee kon doen. Wij waren daarmee bezig met die techniek. We hadden ook projecten in de genetica. Dus die combinatie die gaf hun de overtuiging dat wij dit project konden doen. Dus toen hebben we dat eigenlijk ontwikkeld. We zijn samen met het NFI dat ontwikkeltraject ingegaan. En in 2010 is het opgeleverd. En je vraagt misschien af waarom heet het Bonaparte? Het idee is dat Napoleon Bonaparte heeft ons namen gegeven via de burgerlijke strand. De achternamen. En het doel van de software is om ook de slachtoffers, de onbekende slachtoffers, ook weer hun naam terug te geven. Dus dat is een... Het project werd door het NFI Napoleon genoemd en wij hebben ons software Bonaparte genoemd. Wat is nou het probleem? Dus stel je voor, je hebt een grote ramp, wat er gebeurt. We hebben bijvoorbeeld de MH17. Er worden DNA-profielen opgenomen van de slachtoffers of van de lichaamsresten van de slachtoffers, van de samples. En er komen familierechercheurs, er zijn mensen die zich melden van wij hebben iemand in het vliegtuig zitten. En er komen familierechercheurs en die nemen DNA af via het wangslijmvlies van die slachtoffers, van de families. En de families die geven ook aan wat de relatie is met de vermiste. Van ik ben de broer en dit is de oom en dit is grootvader. En dan is het probleem eigenlijk heel simpel in dit plaatje van we hebben een aantal van die slachtoffers. We weten niet wie ze zijn. En we hebben families waar we gegevens van hebben en die missen iemand. Er zit eigenlijk dat is het gearcheerde, die persoon die ontbreekt. Dat is de vermiste persoon. En wat het programma moet doen is de slachtoffers in die posities van de vermiste persoon plaatsen. Alleen dat is een puzzel van wie past bij welke. En wat, dat is het probleem. En dat is wat de software moet doen. Nou, de software die werkt met DNA-profielen, zoals ik al had gezegd. En daar ga ik nu iets over vertellen. Wat is DNA-profiel eigenlijk? Nou, iedereen weet waarschijnlijk wel wat DNA is. En dat is in bijna elke cel is DNA-materiaal aanwezig.
Dus via wangslijmvlies kan dat worden gesampled of bij een slachtoffer kan van beenmerg kan DNA worden afgenomen of van een tandenborstel kan DNA worden afgenomen. Er zijn technieken om dat te versterken, om dat DNA, als, ook als er een heel klein beetje DNA aanwezig is, om dat te multipliceren. Ik ga er verder niet zozeer over in. Maar die techniek maakt het wel mogelijk om die DNA-identificatie te doen. We gebruiken, of het Bonaparte systeem en het NFI gebruikt niet alle DNA, het gebruikt een profiel van het DNA. Dat betekent dat het maar een deel van het DNA is. Waarom doen ze dat? Nou, ten eerste is een groot deel van de DNA niet geschikt voor identificatie, omdat het bijna voor iedereen hetzelfde is. Iedereen is mens, zeg maar. En dus maar een klein deel is variabel. Dus als je mensen wil identificeren, dan moet er iets unieks zijn. En dus je moet variabel DNA gebruiken, wat verschilt tussen mensen. En wat het DNA-profiel is, dat zijn kenmerken op bepaalde posities van het DNA. Hier heb ik een aantal van die posities weergegeven. Op verschillende chromosomen. Die zijn heel nauwkeurig bepaald, dus daar is geen onzekerheid in. Er zijn internationale afspraken dat iedereen dezelfde profielen, iedereen dezelfde plaatsen gebruikt op het DNA. En die plaatsen die zijn geïdentificeerd omdat ze hypervariabel zijn. Die zijn zodanig variabel dat ze echt voor alle mensen verschillend zijn, zou je kunnen zeggen. Dat zijn stukjes DNA die eigenlijk nergens voor coderen, zou je kunnen zeggen. Want anders zou je een soort genetische druk hebben, een evolutionaire druk, die zorgt dat het allemaal op elkaar gaat lijken. En hier is dat blijkbaar niet aan de hand. Dat is een soort junk DNA, maar die gebieden zijn juist interessant. En wat ze bij het NFI gebruiken, zijn de zogenaamde short tandem repeats. Dat zijn stukjes DNA die repeterend zijn. Hier zie je een voorbeeld, TCAT. En deze komt hier zes keer voor. En hier komt het stukje, op het andere chromosoom, komt het 8 keer voor. Nou, die aantallen met hun analysemethodes, met hun chemische analysemethodes, kunnen ze die aantallen repetities kunnen ze exact bepalen. Dus ze kunnen precies bepalen dat hier een 6 staat en hier een 8. En dat doen ze voor de verschillende chromosomen. Dus wat je dan krijgt is zoiets. Dit is een voorbeeld van een DNA-profiel, zoals zij dat vinden. En hier zie je op die verschillende chromosomen, op de verschillende loci, die dus heel precies bepaald zijn, zie je een aantal van die paren. Hè. Hier zie je, het is niet goed te zien, bij het eerste locus, dat is locus 3D3S1358, zie je een 16 en een 17 staan. En bij de volgende locus zie je weer een 16 en 17 staan, hier een 11 en 14, dus die kan je allemaal opnemen. En al deze getalletjes samen, ja, dat is eigenlijk een string van getallenparen. Dat is het DNA-profiel en dat is de data die in Bonaparte gaat. Nou, dus die 16 en die 17, hè, dat zijn de repeats van die short tandem repeats. Die getalletjes noemen we de allelen. Hè. Dus op elke chromosoom, dit is het zijn er altijd twee, omdat je elk chromosoom in een paar hebt. En elk chromosoom kan zijn eigen repeats hebben. Dus in dit geval heb je een 16 en een 17. Die twee getallen noemen we een allel. En één allel, één chromosoom komt van je vader, één chromosoom komt van je moeder. Maar wat je niet kan zien, dus dat geeft een soort onzekerheid, en daar komt ook het kansmodel in, is welke van je vader komt en welke van je moeder. Dus eigenlijk een 17 en een 16 is hetzelfde als een 16 en 17. Je hebt gewoon die combinatie van getallen. En die combinatie van getallen is wat je ziet. Dus ondanks dat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat één van je vader komt en één van je moeder, is het enige wat je ziet, de observatie, is alleen het getallenpaar, het genotype. Nou, dit is de data waar we mee moeten voldoen. Het model wat eronder ligt, hoe die data voor familieleden gerelateerd is, ja, dat volgt eigenlijk uit de erfelijkheidsleer. En dat is wat je op de middelbare school bij biologie krijgt. Dus veel dieper gaat het niet. Dus de wetten van Mendel. Van per locus, wat ik al aangegeven heb, je hebt één allel krijg je van je van iedere ouder die heeft twee allelen. En samen hebben ze een kind. En dat kind heeft ook twee allelen. En één allel komt van vader en eentje van moeder. Nou, zo simpel is het.
En welke, dan van welke je dan doorgeeft van vader, dat is toeval, 50% kans. En welke je dan doorgeeft van moeder, is ook toeval, 50% kans. Dus als je een A en een B hebt en een C en een D van vader en moeder, dan kan je een A en een C krijgen met 25% kans. En een B en een C, een A en een D en een B en een D. Dus eigenlijk dat is het voorwaartse model, zou je kunnen zeggen. Zo gaat van vader en moeder op kind, wordt het DNA doorgegeven. Dus die A en die C, dat zijn die repeats in ons geval. Dus hier heb je een 13 en een 15, dan kan je een 13 en een 17, dan kan je 15, 13, 15, 17, die combinaties kan je krijgen. En er is een kleine kans op mutatie, dus een kleine kans dat die repeats verlengd worden, verkort of dat die anders worden. Nou, met deze gegevens, ja, wordt eigenlijk, dit is eigenlijk alles wat in het identificatieprobleem gaat. Dus welk slachtoffer past in welke familie, dat was het probleem. En wat doe je, hoe wordt het opgelost met DNA-profielen? Nou, er worden stambomen gemaakt, hè, dat doen die familierechercheurs, die noteren precies wat de familierelaties zijn. Het is bekend hoe, wat de populatiestatistiek is van het DNA, hoeveel verschillende STR-waardes in de bevolking voorkomen. En vervolgens kan je met die regels van de erfelijkheidsleer zogenaamde likelihood ratio's uitrekenen. En dat is eigenlijk de likelihood ratio is de kans dat de slachtoffer past in de stamboom, gedeeld door de kans dat hij helemaal ongerelateerd is. Dat is zeg maar de standaardprocedure die ze bij het NFI gebruikten, ook al voor Bonaparte, en wat mensen internationaal gebruiken. En deze likelihood ratio's, deze kansen, die worden uitgerekend met behulp van die erfelijkheidsleer. Nou, hoe doen we dat? Nou, eigenlijk wat we doen is, we kijken zo'n stamboom. Je hebt vader, moeder, neef, nicht, oom, tante en die hebben kinderen en die zijn weer gerelateerd. Dat vertalen we naar een Bayesiaans netwerk. We weten precies, als vader en moeder twee allelen hebben, dan is de overerving, ja, die volgt die wetten van Mendel eigenlijk. Eentje wordt doorgegeven. Eentje van vader wordt doorgegeven. Deze heeft er twee. Eentje wordt doorgegeven. Moeder heeft er eentje. En die wordt doorgegeven. Welke je van vader en van moeder krijgt is onbekend. Maar wat je ziet is het zogenaamde genotype. Dus of je nou 17 of 16 hebt, of 16 en 17 van vader en moeder. Je ziet hetzelfde, de combinatie van 16 en 17. En dat is je genotype. Nou, dit kan je allemaal in een Bayesiaans netwerk stoppen. Dit is eigenlijk één zo'n combinatie, één zo'n link van knopen die met elkaar verbonden zijn. Een ouder-kind verbinding eigenlijk. En als je grote ouders hebt, dan plak je die er op dezelfde manier aan. En als je neef en nicht of een oom hebt, dan pak je die via je grootouders, plak je die er weer aan, et cetera. En zo kun je een heel netwerk opbouwen. Nou, voor die netwerken zijn de standaard algoritmes. Wat we doen is we stoppen, we maken die familiestambomen aan de hand van de gegevens die de familierechercheurs hebben opgenomen van de families. Dan maken we, daar wordt onder water een Bayesiaans netwerk van gemaakt. Er zijn DNA-profielen, dus die genotypes, die worden in het DNA, in het Bayesiaans netwerk ingevoerd als data. En vervolgens wordt van ieder slachtoffer gekeken van als ik dat DNA er nou in past, hoe goed past het dan? Hoe groot is dat die kans die daarin past? En dat wordt voor alle combinaties gedaan. Nou, sommige passen heel goed en de meeste passen heel slecht. En zo krijg je een rij die van likelihood ratio's die zeggen van hoe goed het slachtoffer in de stamboom past. Nou, dit gebeurt allemaal onder water. Dus de stambomen die worden gemaakt met een soort tekenprogramma binnen Bonaparte of dat kan via data invoer zijn. De DNA-profielen die worden via databases ingevoerd in Bonaparte. Dat wordt keurig netjes in de juiste stamboom gezet. Al die berekeningen worden gedaan en waar die mee terugkomt zijn zeg maar de rapportages van dit zijn de matches. En dat is eigenlijk wat het programma doet. Ja, zo, dat is wat het programma doet. Nou, het NFI gebruikt dit. Uiteraard voor slachtofferidentificaties. Het was wel opmerkelijk dat we het in 2010 hadden opgeleverd. En ik geloof dat in mei 2010 was al de eerste grote zaak. De Tripoli-ramp, dat was met het jongetje wat
dat toen had overleefd. En die konden ze, ja, dat was dus wel een beetje spannend of het allemaal goed ging. Maar uiteindelijk waren ze er heel tevreden over en maakten ze grote publiciteit mee. Onder andere dit persbericht wat je op, het, op de site van het Forensisch Instituut kan vinden. En recentelijk de MH17, waarbij hetzelfde gebeurt. Ik geloof Tripoli-ramp had iets van 100 slachtoffers. En de MH17 bijna 300. Maar er zijn uiteraard nog veel meer samples. Dus je moet, ik geloof dat ze iets van 600 of 700 samples hadden. Misschien nog wel meer. Dus die moeten allemaal gepast worden met alle families. En dat, ja, dat gebeurt gewoon onder water met de druk op de knop in het programma. Naast slachtofferidentificatie voor bij grootschalige rampen wordt het ook gebruikt bij vermiste personen. We hebben een databank vermiste personen waarbij de onbekende gegevens van onbekende personen waar ze DNA van hebben, mensen die ze vermisten, familieleden en ook de stamboomgegevens. En ja, het begon heel klein, die databank is gestaag aan het groeien. En recentelijk hebben ze ook een aantal projecten gedaan. Ze hebben proberen slachtoffers van de watersnoodramp in 1953 hebben ze ermee proberen te identificeren. Het is natuurlijk heel lastig, want er zijn vrij weinig nabestaanden. Dus die informatie die in Bonaparte gaat, die is vrij beperkt. Maar het is hen toch gelukt om een aantal slachtoffers toch te identificeren. Twee mensen van de watersnoodramp. Recentelijk is een project over vermiste zeelieden gestart. Of recentelijk is een jaar geleden. En daar hebben ze ook een identificatie mee gedaan. Tweede Wereldoorlog slachtoffers doen ze ermee. En eigenlijk wordt het systeem continu gedraaid op die databank vermiste personen. Het wordt ook voor strafzaken gebruikt. Er is, en dat heet zogenaamde familial search. Er is vrij recent een wetgeving die dat mogelijk maakt. Vroeger mocht dat gewoon niet. Vroeger mocht je alleen maar direct zoeken naar directe sporen waar het DNA 1-op-1 is. En wat met deze wet mogelijk is, is bij ernstige strafzaken om naar indirecte matches te zoeken. Waarbij je zegt van nou, er zit, je hebt een databank met de strafzaken-databank van mensen die een strafblad hebben van een ernstig delict of een verdachte zijn. En we hebben een spoor, maar we zoeken niet naar een directe match, maar naar iemand die familie is van de donor van het spoor. En wiskundig is dat hetzelfde probleem, want je moet dat erin passen. Hè. Dus je hebt allemaal, eigenlijk allemaal blauwe bolletjes en een aantal van die families die je definieert. Je zegt van ik maak een stamboom voor een broer, een stamboom voor een oude kind en een stamboom voor alleen een ouder bijvoorbeeld. Daar ga je op matchen, daar ga je op zoeken. En als je dan een hit hebt, en dat is bijvoorbeeld gebeurd bij een recentelijk geval van een Utrechtse serie-aanrander. Die man die zat zelf niet in de databank, maar zijn broer zat in de databank. Ze hebben zijn broer gevonden en vervolgens is hij natuurlijk verdachte geworden en hebben ze een directe match gevonden bij die man. En de Marianne Vaatstra-zaak, die is ook bekend. Daar hebben ze een grootschalig onderzoek gedaan, waarbij mensen uit de buurt werd gevraagd om DNA-profielen af te staan. En dat hebben ze ook met Bonaparte gedaan, hoewel hier gezegd kan worden dat omdat de man zichzelf aangaf als het ware, dat achteraf gezien niet nodig was, omdat er een directe match was. Nou, er is ook buitenlandse belangstelling. Recentelijk heeft Interpol aangegeven dat zij dit willen gebruiken. Een paar jaar geleden was dat het Roma-meisje dat uit Griekenland zou komen, maar ze konden daar eigenlijk niet zoveel mee, omdat ze geen DNA, goede software hadden om DNA-verwantschapsanalyse te doen. En ze hebben, wat ze eigenlijk zouden willen, ze hebben een grote database van, en die wordt ook steeds groter, van internationale zaken. Van zaken van iemand, land A is iemand vermist en in land B is misschien een spoor gevonden. Die match willen ze maken. En dat willen ze ook met Bonaparte gaan doen. Dus recentelijk zijn we daar geweest om het te installeren. Dit is het gebouw van Interpol in Lyon. En
Nou, er is nog meer belangstelling, maar daar kan ik eigenlijk helaas niet zoveel over zeggen. Dat is een van de redenen dat Willem hier niet kon zijn. En ik eindig nu met de samenvatting en de conclusie. Dus wat we hebben gemaakt is een systeem voor grootschalige slachtofferidentificatie op basis van DNA. Ik heb dat geprobeerd uit te leggen hoe dat ongeveer werkt met die Bayesiaanse netwerken, met DNA-profielen. Dat je niet alle informatie hebt. Het wordt door het NFI gebruikt. Dus het is een compleet software systeem wat zij gebruiken voor rampen, maar ook voor vermiste personen in het dagelijks werk. En ook bij ernstige delicten. Wat ik opmerkelijk vind is dat wij niet zo heel veel verstand hebben van forensisch. Maar dat we toch samen met hun, door te snappen hoe het ongeveer werkt, dat konden omzetten in een model. Wat ja, zodanig krachtig was dat het hun echt meerwaarde gaf. Dus we hebben die domeinkennis eigenlijk omgezet in een wiskundig model. En er zijn algoritmes die daar automatisch mee kunnen rekenen en die ja, snel met veel data om kunnen gaan. Dus bijvoorbeeld, als je bekijkt die 100 slachtoffers, ongeveer 100 slachtoffers van een vliegtuigramp, dan heb je 100 slachtoffers, 100 families, dan moet je 10.000 matches doen, 10.000 vergelijkingen. Nou, dit hebben we allemaal in software gemaakt. Ten slotte wat sites. Er is een site van Bonaparte waar vrij veel informatie over Bonaparte staat. Als je meer wil weten over deze zaken, dan is denk ik vooral het NFI. Die heeft beschrijvingen van hoe dat casework werkt en hoe dat allemaal gegaan is. Die zijn erg leuk om te lezen. En zelf hebben we een site waarbij we meer over onze technieken vertellen. En dat is Big for Data. En we hebben hier ook een stand. En dat was mijn verhaal over Bonaparte.